Nou, Daniel stelt mij de vraag van wat vind ik van jouw kanaaloversteek? Ik vind het een unieke prestatie. Het is, je hoort vaak, ik zie het een beetje als het beklimmen van de Mount Everest. Dat kunnen maar een paar mensen kunnen presteren. En ik denk dus misschien dat het nog wel zwaarder is. Stel je eens voor, volgens mij is het ongeveer 34 kilometer heen en je wilt zelfs een dubbele doen. Dus 68 kilometer met stroming, zware stromingen, slecht weer, mooi weer, koud. Ik vind het echt gewoon een hele unieke prestatie. En het is niet één dag, maar het is gewoon een voorbereiding van jaren. Dus Daan, ik vind het helemaal top. En ik vind het ook top dat je je ook voorbereidt hier in de Hoornse Vaart. Dus ik ben blij dat je ook de faciliteiten kan bieden daarin.